U bent aan het genieten van de muziek. Ik vind het een heel goed initiatief. Het geeft je een feel-good gevoel. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de patiënten in het ziekenhuis. De mensen die komen. Ze komen toch allemaal met een beetje, ja, veel komen gestrest binnen, denk ik. En dit vrolijk ze op. Ja, geeft ontspanning. Omdat het is heel vervelend, de onderzoeken die het moet doen. En dat maakt het leuk. En dat is precies de bedoeling. Initiatiefnemer van de piano in het ziekenhuis is Jean-Paul Vink. Hij is in zijn nopjes dat het concept aanslaat, want muziek heeft een helende werking. Afgelopen week ook heb gezien is dat hier een patiënt moeilijk op de been, die is vanuit een rolstoel met familie geholpen op de pianokruk. Bij de eerste noten die hij speelde, je zag een enorme mooie glimlach bij die man. Hij was helemaal in de hemel. Ja, speelde de sterren van de hemel. Ook de vrijwillige muzikanten genieten van het open podium. Ja, leuk. Mensen kijken, mensen halen herinneringen op. Net een mevrouw van, ja, ik speel geen piano, maar ik speel wel mondharmonica. En dan kom je daarover te spreken waarom zij mondharmonica speelt. En ja, dat is gewoon heel leuk. Om de dure piano te kunnen aanschaffen is de hulp van de vrienden van Vicuri, de VMI, ingeschakeld. Ze hebben het ook aangeboden aan het ziekenhuis, dus het is gewoon wel een aanwinst. Het enige waar het ziekenhuis nog naar op zoek is, zijn vrijwilligers die de vleugel met regelmaat willen bespelen. En gelukkig hebben we als ziekenhuisorganisatie veel vrijwilligers, maar vrijwilligers die ook een bijdrage willen leveren aan het muziek in het ziekenhuis zijn meer dan van harte welkom.